Hey internet, vandaag doe ik een thrift shop haul. Deze thrift shop haul bestaat uit drie categorieën. We hebben kringwinkel, wat eigenlijk Nederlands is voor thrift shop. We hebben ruilen, want ik en vriendinnen hebben kleren geruild. En we hebben Depop. En Depop is het grootste deel van deze haul. In de kringwinkel heb ik eigenlijk niet zoveel kleren gekocht, want ik ben maar één keer naar vier kringloopwinkels gegaan. En dat was eigenlijk genoeg om genoeg spul te kopen. Het eerste wat ik heb gekocht is een sweater. Het is gewoon een grijze sweater. En ik vond hem leuk, want dit is eigenlijk een gewoon basic white girl grijze sweater. En ja, sweater. Oké. Het volgende wat ik heb gekocht in de kringwinkel is dit t-shirt. En dat is gewoon een wit-zwart t-shirt met streepjes op. Dan heb ik ook nog een pak gekocht in de kringwinkel. Dit is rok. Ik heb er ook nog een broek in dezelfde kleur. En dit is het blouseje en dan heb je eigenlijk zo'n mantelpak. Zo voor een mondeling examen te doen of te gaan solliciteren. En ik vond dat wel leuk. En het was maar 10,50 euro en 50 cent voor een rok, een blazer en een broek. Allemaal in dezelfde kleur. Nu gaan we over naar de ruilspul. Een vriendin van mij had een feestje georganiseerd waar we kleren konden ruilen. En dit is alles wat ik heb kunnen ruilen. Dus dit zijn de dingen die ik heb gekregen in plaats van andere dingen. Het eerste is een gestreept truitje. Een gewoon gestreepte trui. Niet veel over te zeggen. Gewoon een trui die gestreept is. En ik hou van streepjes. Het tweede is een rokje. Het is gewoon een roze rokje met bloemetjes op. Je hebt het misschien gezien in een van mijn vlogs. Want ik heb dit de laatste tijd heel veel aan. Dan dit blouseje heb je zeker en vast al gezien in een van mijn vlogs. Want ik heb dat al een paar keer aangehad. Dat is een wit blouseje. Met een beetje patroontjes op. En het is zo'n beetje hippieachtig en dat vond ik wel leuk. En dan hebben we dit blouseje. Ik draag dit bijna elke dag, want ik vind het zo mooi. En het is eigenlijk gewoon een simpel t-shirt. Met al een grijs t-shirt met zwarte mouwtjes en een zakje. Hier is het zakje. En ik vond dat gewoon heel mooi en ik heb het dus geruild. En dan heb ik nog twee dezelfde flannels. Eén is donker. Dat is donkerblauw met donkergroen. En dat is een gewone flannel. En dan heb ik deze ook in het rood. Dezelfde flannel in het rood. En nu komen we de kleren van Depop. Als je niet weet wat Depop is. Depop is een app die je kan downloaden op jouw gsm. En je kan er kleren op kopen of verkopen. Of andere spullen op kopen of verkopen. Dus er kopen er heel veel dingen op. Ik heb zelf ook een Depop account. Je kan me volgen als je wil. Ik zal de beschrijving van mijn Depop account is. En deze hoop kleren die ik nu ga laten zien komen allemaal van Depop. Het eerste wat van Depop komt is dit Star Wars The Force Awakens t-shirt. Het is eigenlijk een gewoon zwart t-shirt met Star Wars The Force Awakens op. En omdat ik een groot Star Wars fan ben, dacht ik van ik moet dat gewoon hebben. Daarna heb ik ook nog een Nirvana t-shirt, want ik hou van Nirvana. Ik vind dat eigenlijk heel goede muziek. Maar ik had nog geen t-shirt en die heb ik ook op Depop een Nirvana t-shirt kunnen kopen. En om de band nu af te sluiten heb ik het laatste band t-shirt. Ik beloof dat het is het laatste band t-shirt. En dat is een van Joy Division. En ik hou van Joy Division. Ik vind die muziek echt goed. Vooral She Lost Control vind ik een van de beste nummers van hen. En dit is een t-shirt daarvan. En dan, dit t-shirt is eigenlijk heel voorspelbaar. Het is een t-shirt met cactussen op waarop staat Beautiful Minds Inspire Others. En ik vond het mooi omdat er cactussen op staan. En zoals je kan zien ben ik verslaafd aan plantjes kopen en vooral cactussen. Dus het t-shirt is echt iets voor mij. En het laatste t-shirt wat ik heb gekocht van Depop is Hipsta Please. Hipsta Please was eigenlijk mijn eerste t-shirt wat ik van Depop heb gekocht. En ik ben er heel content van. Ik ben ook heel content van de service van Depop. En je kunt alles met PayPal betalen en zo. Maar ik heb nog één geweldig ding gekocht op Depop. En ik zal het jullie nu laten zien. Zijn jullie er klaar voor? Zeker? Een gala kleed. Dit is een mooi zwart gala kleed. En ik vond het geweldig. En ik heb het ook aangehad op mijn galabal. En ik was er heel blij mee. Want het was een koopje echt waar ik het niet veel moet betalen voor. En ik dacht eigenlijk zelfs meer waard is dan ik heb moeten betalen. Maar ik vond het heel mooi. Het is ook een heel mooi gala kleed. Het zat heel goed. Dus daarom heb ik het gekocht. Dit was dan mijn thrift haul. Hopelijk vonden jullie het leuk. Als je het leuk vond, geef het een groen duimpje. Vergeet zeker niet te abonneren als je meer van mij wilt zien. Je kan ook al mijn andere video's bekijken. Ik post niet vaak, maar ik post ongeveer regelmatig, maar niet vaak. Als jij voorstellen hebt van video's die ik moet doen, laat weten in een commentaar beneden. En dan zie ik jullie geweldige mensen volgende keer terug. Doei! $20